En dat gaat in Noorwegen nog een heel mooi toernooi worden met die geweldige nieuwe Noorse lichting. Kijk eens, 29-8. En als u de stadionspeaker Geert Kuiper horen, die geeft aan, als hij alle rondjes 30-0 rijdt, dan zit het persoonlijke record erin, wat Bo Snellink 17 december reed in Calgary. Hij heeft de lichaamshouding van een 1500 meter rijder. Zo diep zit hij in de lange afstanden. En het publiek heeft het door. Persoonlijk record staat op 12:53. Is dit sterk van Bo Snellink? 29-6. Drie rondjes nog. Bizar. 21 jaar. Hij heeft zelf nog geen idee wat hij allemaal kan. En kijk naar het gezicht. Het is gewoon ontspannen. Hij valt de bocht aan. Alsof hij nog twee rondjes moet op de 1500. Brede klappen. Een halve ronde voorsprong heeft hij nu op Oscar. Die is hij dus ruimschoots gepasseerd in het algemeen klassement. 29-7. Nog steeds onder die 30 seconden. Gaan we het dan beleven? Nou, prachtig, dit is kennispubliek. Die hebben dat allemaal in de gaten. Dit zijn de echte liefhebbers die hier dit weekend aanwezig zijn in Tialf. Snijd die bocht hoog aan, houd het ritme goed. En bij de uitkant van de bocht staat er één ronde te gaan. Zijn persoonlijke record is 12:53:34. Dat gaat eraan hoor. Dat gaat hij hier rijden. Hij gaat het hier verbeteren. Reed dat in Calgary. 2 weken geleden. En dan moet Roest nog zijn borst opmaken als hij 4 afstanden wil winnen. Want hier rijdt Bo Snellink. Onwaarschijnlijk wat hij laat zien. We gaan hem terugzien in de Hamar. Bij het Europees kampioenschap. Dat kan niet anders met deze tijd. Ja hoor, hij heeft het door. En dat persoonlijke record, gaat dat eraan? Het gaat eraan, ja! 12:52:51 met een slotronde van 30-3. En hij heeft nog over, zou je zeggen. Indrukwekkend, 21 jaar en week in week uit verbetert hij zichzelf. En dan is dit van Boske bepaald geen slecht optreden op de 10 kilometer. 13-12-7. Daar moet Van Workum nog aan zien te komen. En Oscar is aan het rekenen geslagen onderweg. En weet dat dit normaal gesproken genoeg zou moeten zijn. Maar ja. Dit is natuurlijk. 2 jaar was het niet zo met al het publiek. En hij rijdt daar goed op. Getuige ook van die laatste 100 meter.